Hi, ik ben Jet Opperman. Ik kom uit Voorburg en ik ben een graffiti-kunstenaar. Een paar jaar geleden, ik denk een jaartje of 4 geleden, kwam een groepje van H3C, onder andere met Jochem en Max, kwamen naar mijn lagere school toe en gaven daar een demo, of in ieder geval een workshop. En ik heb daar meegedaan en toen hebben ze gevraagd na afloop of ik mee wilde doen. En na de zomervakantie ben ik begonnen en sindsdien zit ik nog steeds bij H3C. Nou ja, het is gewoon, ik ben eigenlijk mijn hele leven al bezig geweest met kunst. En nou ja, dit was weer eens wat nieuws. En het, ja, nog steeds, tot op de dag van vandaag, vind ik het heerlijk om te doen. Het is veel groter dan op een klein canvasje werken met een potloodje. Dus het is wel leuk om een keertje wat anders te doen. Nu ben ik ook al een beetje bezig met namaken en een beetje festivals hier en daar. En dingetjes doen voor mensen. Maar ik weet niet of ik er mijn werk van zou kunnen maken. De graffiti scene is hier niet heel erg groot. Je hebt natuurlijk wel een aantal heersende crews en een beetje. Er is wel een groot verschil tussen mensen die illegaal en legaal dingen doen natuurlijk. En de mensen die legaal dingen doen, ja, die staan op elke plek. En die zijn ook heel erg bekend. En zelfs mensen die niet aan graf doen, die kennen ze nog. Dus R.I.C. is sowieso een geweldige plek, leuke mensen en altijd fijn om naartoe te gaan. Ja, ik vind wel dat ze bij uit wel goede dingen doen, zeker voor de jeugd en zo. Want er zijn niet heel veel plekken in Den Haag waar je naartoe kan. En op deze manier leer je ook de jongeren wat de goede kant is van de hip-hop cultuur en alles wat er omheen zit. Ja, I Love Hip Hop is een leuk festival. Ik vind het altijd leuk om de hip-hop scene naar voren te zien komen in Den Haag. Altijd leuke mensen, leuke muziek, dance battles, et cetera, et cetera. Het is gewoon leuk.